Hier bij ons vlak voor de wedstrijd SWZ Bozo Sneek tegen de treffers uit Groesbeek. Harry Koenen, controleur op het middenveld in het verleden bij Sneek. Wat is jouw gevoel bij de wedstrijd bij zo'n club als de treffers? Nou ja, de treffers is altijd al een gerenommeerde club geweest. Vroeger in de hoofdklas, ja, nu in de topklas. Het was altijd een, toen in onze tijd was het een ploeg die nou, heel veel, wij zeiden toen altijd, nou, kort spel had, heel veel tic-tac spel. En ja, dat, niet dat we daar problemen mee hadden. Maar wij zeiden al van, nou, dan moeten wij wat sneller diep spelen. Maar het was altijd een hele technische, begaafde en goede ploeg was het. Verliepen die wedstrijden in een goede sfeer met de treffers? We hebben met de treffers altijd een goede sfeer gehad. En ja, nooit geen trammeland, dan weet ik wat. En ja, ik weet positieve resultaten, maar ook dat wij wel eens het onderspit dolven. En wat wordt het vandaag voor wedstrijd? Ja, ik weet in ieder geval dat het daar kansloos 3-0 was voor de treffers. Nou, ja, je hoopt natuurlijk als Sneekman dat afgelopen zondag 3-0 gewonnen. Nou ja, ik hoop dat ze dat bij Sneek doorzetten en dat het toch een klein overwinnetje. Nou, dan houden we daarop. Hartstikke bedankt dat je ons even het woord wilde staan. Oké, graag gedaan. Opkomst van de beide ploegen. SWZ Bozo Sneek tegen de treffers. Een wedstrijd die al heel vaak in het verleden gespeeld is, zoals Harry Koenen ons kon vertellen. En vandaag wordt hij in de topklasse gespeeld, seizoen 2012-2013. De treffers in de middenmoot met zo'n 14 punten meer als SWZ Bozo Sneek. Die staan helemaal onderaan. De treffers verloor zijn laatste twee wedstrijden. En SWZ Bozo Sneek won zijn laatste twee wedstrijden. Kan die winning mood doorgezet worden? Dat is natuurlijk even de grote vraag of dat gaat lukken. SWZ Bozo doet dat in de opstelling. Met in het doel Kevin van der Meulen. Achterin Marco Ahmed, Daniel Zwart, Thijs Goes. Middenveld Nickel en Zoko, Daniel Bennick, Mark Homme van der Veen en Kevin Huytema. En voorin Ramon Giro, in de spits Kees Maal en vanaf links Erolint Derguti. De opstelling van de treffers is als volgt. Daar hebben wij Zuidwijk, Van Alst, Bakker, Beijer, Jansen, Black, Palacios, Macedo, Hofstede, Pepping, Scholten en Kevin De Bruin. En zij spelen in een 4-4-2 opstelling met een ruit op het middenveld en twee gevaarlijke spitsen. Jean Black en de uit het betaalde voetbal bekende Bernard Hofstede. Scheidsrechter is Rob Zouwen. En die had net in de bestuurskamer een aardig Groesbeeks accent. Ingooi. Fabian Pepping gaat dat doen. Ex-betaald voetbal. Onder andere RKC, als ik me niet vergis. Dat, zo te zien wordt dat een lange ingooi. Ja, een hele lange ingooi. En die kan weggehaald worden door Daniel Zwart. Maar is daar de nummer 5 die kan schieten? En dat is toch wel de eerste kans van de wedstrijd. De treffers schiet over en de nummer 5 is Barry Beijer. Mark Homme van der Veen. Degutti, houdt hij die bal binnen? Houdt hij binnen. Stukje op Kees Maal, die tikt hem door en dat is een goede aanval. Heeft Degutti ruimte om te schieten? Schiet ook! En scoort! En Roland Degutti! Fantastische goal! En Kees Maal die bal ook schitterend meegaf aan Erolin Derguti. En wat poeiert hij mooi in de benedenhoek. Ben ik. Derguti vast. Die gaat natuurlijk een geweldige wedstrijd spelen. Ramon Giro niet. Derguti. Derguti goed gedaan. Ramon Giro. Trek de Spaanse drukkendoos maar open, jongen. Krijgt een vrije trap. Vrije trap, Mark Homme van der Veen. De luchtmacht, Goes en Ahmed mee naar voren. En daar is Kees Maal. Net naast. Mark Homme van der Veen. Ruimte bij Derguti weer. Aan de linkerkant, weg. Derguti. Gaat naar binnen of naar buiten. De schijnbeweging en daar zijn ze. Er is de tweede. En Roland Derguti. Fantastisch! Schitterende goal weer! 3-0 Klasbak. En dan lokt de treffer zijn vrije trap uit. Krijgen ze die ook?
nemen ze hem snel. Moet ook wel zo op slag van rust met een goede paas op Hofstede. En die is het gelukkig dat het niet zijn beste voet is, die linker. Maar Kevin van der Meulen pakt hem schitterend op die rechtervoet van Bernard Hofstede. Goeie redding, Kevin. Eindelijk mocht hij wat doen. En dan doen we het interview. Het is rust. 2-0. Twee keer Erolint Derguti. En dat betekent dat we even... De familie Derguti wil even nog een reactie kunnen vragen. Alex, camera. Broertje Derguti, wat gebeurt hier vandaag met Ero? Ik weet niet, hij speelt een perfecte wedstrijd. Perfect, in balbezit, maar die twee goals even, hè? Oh, ik weet niet hoe dat kon, maar hij speelt echt uitstekend. Hij begon heel goed, het hele team begon goed. Ze spelen rond, ze doen gewoon uitstekend hun best. Hey, wat was de mooiste, de eerste of de tweede? De eerste. Hij loopt zo de 16 op en hij schiet gewoon vol in een koek. Je bent hier iedere wedstrijd. Hoe trots ben je? Heel trots. Vandaag heel trots. Jerry Homans van Omrin staat hier bij mij. Wat is Omrin voor bedrijf? Omrin is het afvalinzamelbedrijf van Friesland. Vooral bekend van Friesland Milieu. Inzamelaar van huishoudelijke afvalstromen in 20 gemeentes. Daarnaast hebben we ook bedrijfsservice. Met 5000 klanten in Friesland en dat willen we graag promoten. En wat zou mijn voordeel als klant bij jullie zijn? Mijn voordeel als klant is dat de missie van Omrin is passie voor kringloop. Dus wij willen zoveel mogelijk reststoffen weer uit het afval halen. Dus om weer als grondstof te kunnen dienen. En daardoor ook een goede afvalstoffenplater kunnen zijn, waardoor de prijzen aantrekkelijk kunnen zijn voor de klant. Hoe komt een bedrijf als Omrin bij de voetbalvereniging Sneekwit Zwart terecht? Ja, dat kan ik wel even vertellen. Dat is heeft met het verleden te maken. Ik ben oud WZS'er. Nou, de fusieclub is toen ontstaan. En toen ik bij Omrin kwam te werken, toen had ik het idee van Omrin, Sneekwit Zwart, we moeten samen wat doen. Ook vanuit het witzwarte hart gerekend. En dat is gelukt. Dus zo zijn we partner van elkaar geworden. Tweede helft is 2 minuten oud. Vrije trap de treffers. Tweede paal. Dan wordt die bal hachelijk weggehaald voor het doel. Maar in ieder geval weggehaald. En schiet Van Aalst over. En blijft het 2-0 voor SWZ Bozo Sneek gelukkig. Kevin van der Meulen. Hoe krijgen ze die bal over? Dat is heel erg knap van Palacios. Volgens mij was dat hem die hem overkopte. Die telde ik al. Smaal doorjagen. Kom maar door, Kees. Doe maar, Kees. Van de Veen erop. Van de Veen. Marco van de Veen. Oh, met rechts. Oh. Vorige week wel heel goed met rechts. Deze schoot hij naar de Lemmerweg flat. Winter nummer 5. Beyer volgens mij wint het duel. God, die toch voor Palacios. Op een lap. Wat een enorme kans. En zo hebben we er nu al 3 of 4 gehad in de tweede helft. En we zijn nog geen 10 minuten onderweg. Scholten die zomaar van Daniel Zwart door mag lopen. Die kan natuurlijk geen overtreding meer maken. En dan staan ze elkaar in de weg. En wederom zo'n scrimmage. Waarvan je denkt van, die had er ook in gekund. Weer een kans. Goeie bal breed, helemaal naar de rechterkant. Ramon Giro. En Grendel gaat. Die moet die bal hebben. Hoeft nu niet meer. Wel een mooi balletje. Oh, de keeper. Die zit ernaast. En dat was bijna Derguti weer. Maar die rekende daar ook niet op natuurlijk. Ruim 10 minuten nog. De treffers met de corner. Rechterkant. Komt hij daar. Richting Zuidwijk. Kevin van der Meulen. Prachtig. Kans, corner, kans. De treffers. En natuurlijk een volgende corner. Komt hij weer. Moeten ze erop letten. Zuidwijk weer. En van der Meulen bokst die bal geweldig weg. Schiet van Riel. Maar ook die heeft van der Meulen. En nu heeft zeker weer het zwarte ingooi terug. Grendel. Kan weggooien, prachtig ook. Oh, Hendrik gaat. Komt die bal dan mooi door, loopt er zelf achteraan.
zijn de mooiste acties in het voetbal. Doorkopen en anders zelf achteraan lopen. Bakker. Palacios. Ja, wel snel. Moet ook snel. Van Aalst krijgt de bal nu. En die zal hem waarschijnlijk wel hoog erin brengen. Nee, brengt er bij Saïd. Maar Marco Ahmed speelt een klasse wedstrijd. Gaat er nog even langs. Ahmed, wat kan die voetballen ook. Hop. Goed zo, Marco Ahmed. Oeh. Prachtig. Volgens mij was dat Andringa die kopte. Goeie kopbal hoor. Wissel aan de kant van SWZ Bozo Sneek. Nog 3 minuten officiële speeltijd. Echte Sneker. René Knossen komt erin. En Kees Maal. Ja, die heeft echt weer zijn werk gedaan. Speelde een goede wedstrijd, vind ik. Hij gaat eruit. Dit moet te doen zijn. Met nog 3 minuten. Nou, komt ie. Ze mogen nog 1 keer. Lange bal, hoog. Zuidwijk van de Meulen. Wil de 0 houden. Gaat de 0 waarschijnlijk ook houden. Of Van Riel moet nog even schieten. Maar Kevin van de Meulen pakt die bal uitstekend. Zoals hij vanavond ongeveer alles had. Nou ja, ongeveer. Hij had alles. Knossen. Balletje vasthouden. Mooi neergelegd eigenlijk. Verandering ga. De Guti. Giro, de Guti, Grendel, tik het maar uit. Tik het maar uit, die laatste minuutjes. De Guti, jij kan dat. Haal er maar een corner uit. Goed zo, Knossen. Ja, zo jong als die is. Zo slim is hij ook. Corner eruit halen. Wat bij dat cornervlaggetje staan pielen, jongens. En dan piel je het wel uit. Want de scheidsrechter moet ongeveer gaan fluiten nu. De luchtmacht gaat al niet eens meer mee naar voren. En daar komt dan inderdaad de korte corner. Ramon Giro. Knossen. Goeie bal. De Guti aan de rechterkant. Ja, bij de cornervlag. Kijk eens wat hij nu weer doet. Kijk eens wat hij doet. En het is ook gelijk afgelopen. 2 keer Erolint Der Guti. Hij is de grote man. En SWZ Bozo Sneek, ja, ze gaan er echt niet als een lachertje uit. Met deze 2-0 overwinning op de treffers uit Groesbeek. Volgende week moeten ze naar EVV uit echt een verre uitreis. En 17 maart AFC Amsterdam, het roemruchte AFC, wordt hier dan aan de zegenkar gebonden. Want de zegenkar, daar zijn we op aan het rijden. Marco Ahmed, een van de uitblinkers van deze wedstrijd. SWZ Bozo Sneek tegen de treffers. Je was zo scherp als een mes. Nou ja, scherp, dat klopt wel. Ik speel altijd scherp, ik doe altijd mijn best. Ja, en we hebben geluk vandaag, hard werk met z'n allen. Het ging echt goed. Ja, jij ziet het ook in de kleedkamer. Iedereen was echt op scherp. Maar ik zag jou ook gewoon eigenlijk een foutloze wedstrijd spelen. Nou, dat mazzel misschien, geconstateerd. Ja, de trainer zegt altijd gewoon even focus Marco en het komt wel goed. Ja, we hebben ook tegen hun een wedstrijd vroeger en het ging eigenlijk mis. Maar vandaag het gaat niet weer gebeuren, nee. Iedere keer kom jij voor jouw man en heb je die bal gewoon. Maar vandaag deed je er ook iedere keer wat goeds mee. Nou, ik heb 100 meter gespeeld, 100 meter sprinten gespeeld. En ik was eigenlijk derde plaats in Egypte en zo. Ja. Dat ben ik snel, ja. Ja, het gebeurt wel goed, ja. Oké, hey, gefeliciteerd. En misschien blijven we er nog in, hè? Jazeker, we gaan door. Kevin van der Meulen, wederom een clean sheet. Ja, wederom een clean sheet. Dat heb ik niet 2 keer, in dit seizoen nog geen 2 keer achter elkaar kunnen zeggen. Dus dat is lekker. Vorige week hoefde je daar niet zo heel veel voor te doen. Vandaag de eerste helft 1 wereldredding, maar de tweede helft pakte je ze eruit. Hè? Ja, de tweede helft, ja, de eerste helft is lekker die ene bal. Dat is 1 bal en de tweede helft dan is het ook lekker. Maar het is nu ook gewoon fijn om het te doen wanneer we voor staan. En dat we ook gewoon punten pakken. En niet als we 2-0 of 3-0 achter staan, dan is het gewoon jammer. Dan heb je er eigenlijk vrij weinig aan. Ja, nu pak je samen met de groep natuurlijk pak je punten, dus dat is lekker. Hey, je zegt het al met de groep. Wat gebeurt er op dit moment in de groep? Ja, dat is natuurlijk ik krijg een beetje een onsterfelijk gevoel natuurlijk nu. Want ja,
drie keer winnen in één week, dat is natuurlijk goed voor het vertrouwen. Dus ja, dat is lekker. Gaat het er nog in eindigen dat we erin blijven? Ja, we gaan nu de goede kant op, dus laten we erop hopen. Wij zelf gaan er tegenaan. Dus, Komende weken weer clean sheets, Kevin. Daar gaan we voor. Succes. Oké, dankjewel.